Farisha Chenashu, student Medisch Faculteit, is op 4 augustus uitgeroepen tot Miss Tropical Beauties Suriname 2019. De militair Clausio Stekkel mag zich Mr. Tropical Beauties Suriname 2019 noemen. Waarvoor willen zij gaan? Wat willen zij gaan betekenen als ambassadeur en ambassadrice van Suriname? We spraken met Farisha Chenashu, als ook met Clausio Stekkel. En zij werden geflankeerd door Jermaine Chedakung van de organisatie Tropical Beauties Suriname. We voeren nu naar dit verslag vanuit Hotel Marriott. Tevreden als organisatie? Ja, we zijn zeer tevreden. Er hebben 18 kandidaten meegedaan. 10 dames, 8 heren. En die hebben een fantastische show neergezet. De reviews komen nu binnen en we mogen trots zijn. De kandidaten hebben een uitstekende show neergezet. Niet alleen een uitstekende show, maar ze hebben ook een goede strijd geleverd. En de twee kandidaten die door de jury gekozen zijn, die staan hier naast me. En niet anders te doen voor die anderen die het ook heel goed hebben gedaan. Dus het was een gelijk opgaande strijd, een spannende avond. En zou ik zeggen, verrassende uitslag. Maar het was gewoon een gelijk opgaande strijd tussen alle 18 kandidaten onderling. Beginnende bij de Miss Farisha Chenashu. Hoe heb je de voorbereidingen ervaren en hoe was de avond, de finale avond zelf? De voorbereidingen waren all over the place soms. Zwaar op bepaalde momenten. Ik had ook heel erg leuke momenten met de andere kandidaten. En natuurlijk waren er bepaalde momenten waar ik uit mijn comfortzone moest stappen om bepaalde dingen te doen. Zoals het lopen, etc. De avond zelf was snel voorbij. Ik probeerde dan per ronde echt te focussen en alles tot me in te nemen. Want alles gaat zo snel voorbij. Dus je wilt niet aan het einde van de avond denken van het is al voorbij of zo. Dus dan echt per ronde alles innemen. En het was op bepaalde momenten nerve-wracking. Leuk. Het was een leuke sfeer. Het publiek was echt gezellig. Dus on stage was het echt. Het wekt echt een ander gevoel op. Like excitement. Ja. Ja. En voor jou, Clausio? Voor mij waren het 4. Ik ga nu zeggen korte. Ja, maar ik word wel 4 maanden zijn lang. Leuke momenten met de andere 17 kandidaten. Ik ben blij dat ik weer nieuwe vrienden heb leren maken. En waren leuke momenten, ook strenge momenten. En die finale avond zelf zag ik van dat iedereen gegroeid is. Iedereen is op zijn eigen manier gegroeid en dat was echt leuk om te zien. Via backstage bijvoorbeeld, kijken van ze is echt gegroeid of hij is echt gegroeid en dat was leuk om te zien. Ja. Ging je voor de titel? Kijk, als je in een competitie bent, dan realiseer je. Ik weet niet, voor iedereen is de tijd anders. Maar op een bepaald moment realiseer je wel dat het een competitie is en je kan winnen. En dan als je wint, dan moet je je traject dan vervolgen, et cetera. Maar de main goal voor mij was niet de kroon. Het was meer de persoonlijke groei. Het was about the journey, not where you end up. Ja. Hoe mooi gezegd. Voor jou? Voor mij was het niet. De kroon was niet mijn mikpunt, om het zo te zeggen. Ik voelde me sowieso al een winnaar, want tijdens de auditie dacht ik niet dat ik door zou gaan. Ik dacht van, ze vinden me misschien gesloten, want ik was werkelijk gesloten. Ik was shy, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik was niet zo'n vlotte prater. Maar ik ben gegroeid en ik ben iedereen dankbaar die daarmee heeft geholpen. Jawel. En jullie zullen Suriname moeten vertegenwoordigen in het buitenland. Wanneer is dat moment, Jermaine? Dat gaat gebeuren in 2020. De reden waarom we in 2020 gaan
afvaardigen, is omdat we willen dat de Miss en de Mister eerst draagvlak hebben in Suriname. Sri Devi en Aartli gaan dit jaar naar Polen. De datum zijn al bekend. Dat wordt Miss Supranational is op 6 december en Mister Supranational is op 7 december. Dus zij zullen begin november afgevaardigd worden om Suriname te vertegenwoordigen. Sri Devi, de groei hebben we meegemaakt, we zien het. En dat is wat we ook met onze huidige kandidaten gaan doen. Sri heeft nu de kroon overgedragen. Dus zij gaat zich nu focussen op Polen. En dan nemen zij eigenlijk de job over van Sri om nationale bekendheid te krijgen. U gaat ze zien bij verschillende evenementen. We gaan ze zien op verschillende podia's. We gaan ze door het, proberen om door het land... Dat is iets wat ik wel wil gaan doen. Om te gaan kijken als we ze overal kunnen brengen. Ook districten een beetje aandoen. Een platform die ze al hebben geschreven. Maar misschien ook eindelijk dit jaar kunnen gaan uitvoeren met hun. Een project dat we eigenlijk willen doen. Staat we net over te brainstormen. Van welk sociaal project of wat voor projecten zullen we dit jaar aanpakken. Dus we gaan dat ook even uitwerken. En wat we gaan doen is draagvlak creëren op dit moment. Gewoon kennen wie is Farisha, wie is Clausio. Dat zijn de ambassadeur van Suriname. En dat het nationaal publiek ze leert kennen. En wanneer we volgend jaar de nieuwe Miss en Miss Tropical Beauties van 2020 gaan kronen, dan gaan zij zich mooi voorbereiden om naar Polen te gaan. Okay. Als dat Polen is hoor, maar naar Supranational. Ja. Dat betekent dus een jaar lang gaan zij dus nu wat rolmodellenwerk moeten doen? Dat klopt. Ze gaan een jaar lang zich eigenlijk profileren nu. We gaan aan ze werken. We gaan aan ze ook een beetje rustig trainen naar het buitenland toe. Maar voornamelijk voor mij is voor ons is het belangrijk. En dat is ook feedback die we hebben gehad van het Surinaams publiek. Maar ook van de vorige kandidaten. Om gewoon draagvlak te creëren. Zichzelf hier, we noemen dat bagage maken om naar het buitenland te gaan. Voordat je weggaat. Het moet niet meer draaien om het buitenland. Want we kronen Mr. Tropical Beauty Suriname. Dus we willen eerst draagvlak in Suriname. Bekendheid in Suriname. Vergeet niet, de show was zondag. Er waren 18 kandidaten. Niet iedereen's favoriet heeft gewonnen. Maar als we naar het buitenland gaan, moeten we wel als één naar het buitenland gaan. En dat is wat je nu gaat doen. Een jaar, laten we zeggen, verliefd raken op Palicia. Een jaar verliefd raken op Clausio. Zodat everybody ze kan omarmen en eigenlijk... wanneer we straks met hun naar Polen gaan, net als we iedereen nu al een beetje Sri Devi omarm en Aartli, dat ook weer gaat gebeuren. Wie heeft jou de push gegeven om mee te doen? Zo'n beetje iedereen in het huis, mijn vriendinnen, mijn vriend. Ja, want het was één avond van tevoren, dus het was echt een quick decision als ik naar de audition zou gaan of niet. Dus mijn moeder, mijn vader, mijn broertje zelf. Iemand die jonger dan me is, moest me een push geven. En ja, mijn kring eigenlijk. Dus je hebt de push van daaruit gehad. En toen ze hoorden dat jij het bent geworden. Wat gebeurde er toen met hun? Ze waren happier dan ik, denk ik. We hadden wel een moment waar we spraken over de dag toen ik dat mailtje naar binnen kreeg. En ik ze ermee benaderde. En dan zaten we even te vergelijken van, kijk toen ik nog twijfelde erover dat ik niet mee wou doen, et cetera. En kijk naar nu, dat ik het wel heb behaald. Ja. Je zei in het begin, je bent gegaan voor dat stukje persoonlijke groei. Wat is nu in de afgelopen maanden, vind je, veranderd bij jouzelf? Ik denk dat het gaat nu om mijn eigen mening meer daar buiten zetten. Vroeger was ik een beetje bang om dat te doen, want ik dacht van oké, mensen kunnen gekwetst raken aan als ik dit zeg of dat zeg. Maar tijdens de trainingen leer je dat ook. Je mag je mening geven, zolang je weet hoe je het geeft. Toch? Hoe je het daar buiten zet. Maar qua persoonlijke groei denk ik meer dat als je in bepaalde situaties belandt, en je een bepaalde manier gaat handelen nu, dat je dan gaat realiseren van, ik ben werkelijk gegroeid als persoon. En dan, ja, dat is het meer. En voor jou, Clausio, van waar de push? De push kwam van, het was een uitdaging van mijn vrienden. Dus vandaar dacht ik van, ik hou van uitdagingen, waarom niet? En ik heb het gewoon gedaan, jawel. En nu je vrienden, nu je dit resultaat hebt neergezet, wat zeggen je vrienden? Sowieso waren geschrokken. Ik was natuurlijk ook geschrokken. Ik zag het niet. Niet dat ik het niet zag zitten, omdat iedereen gewoon, al die 8 jongens waren gewoon, of heren waren gewoon goed in hun eigen, of uniek in hun eigen manier. Maar ik was geschrokken, hun waren geschrokken en ze waren blij.
Zijn jullie de ambassadeur en ambassadrice van Suriname? Jullie gaan Suriname straks in het buitenland moeten vertegenwoordigen. Wat van Suriname wil je vooral daarbuiten bekendheid aan geven? Nou, ik denk, ja, cliché antwoord, maar gewoon onze verschillende culturen. We zijn een kleine populatie in vergelijking met de rest van de wereld. Maar we hebben echt heel veel aan culturen. En ik denk dat dat nog steeds echt is wat Suriname zo mooi maakt in vergelijking met de rest van de wereld. En hoe we ook, ik denk niet dat we nu nog volbloed iets hebben. Of we hebben echt, iedereen is gewoon aan het mixen. En we hebben echt mensen met verschillende culturen en verschillende backgrounds. We kunnen overal thuis horen. Ja. Zijn we de vraag voor jou? Ja, zoals Farisha het zei, qua religie mag je gewoon kiezen wat je wil. Dus dat wil ik daar buiten zetten, dat we gewoon leven met elkaar. Vooral op feestdagen, voeding, weet je. En ons natuur wil ik ook naar buiten brengen. Jawel. Ja, dat was jouw finale vraag. Mijn finale vraag was, tegenwoordig stappen heel veel mensen uit het leven door zelfdoding. En de vraag was dan, wat zou ik aan die mensen zeggen? Wat heb je toen gezegd? Ja. Ik had het dan meer over dat het bij die mensen een grote rol speelt, dat ze niet in contact zijn met een higher being. En ook niet met zichzelf. Ze hebben dan hun purpose in life verloren. En wat ik dan zo meegeven is dat ze die purpose dan gaan opzoeken in hun leven. Want het is niet voor zomaar dat je hier bent gezet. Iedereen is een bepaalde reden hier. En ja, ze gewoon uitvoeren. Nu begrijp ik waarom je de kroon op hebt. Ja. Wat was voor jou de finale vraag? Voor mij was het als ik de nieuwe voorzitter van de beauty scene al mooi. Wat ik als eerst ga veranderen. En wat zou je veranderen? Ik zou niet willen veranderen, want zoals je ziet, elk jaar, al 8 jaar, vormen we jonge heren en dames. En dat we daar gewoon verder. Dank u. Mag ik jullie heel veel succes verder toe wensen. Dank je wel.